De nieuwe tijd, 2012. Het jaar van de voorbereiding voor heel veel mensen naar de nieuwe tijd. Wat ik de vorige keer al verteld heb, is dat we al heel lang bezig zijn in de voorbereiding. De voorbereiding is eigenlijk al begonnen op het moment dat we ontstaan zijn als mens. Naar de volgende fase. Een heel belangrijk maatschappelijk aspect is dat de economie, wat ik al vorige keer gezegd heb, gaat veranderen. Het geldsysteem gaat veranderen. En dat ligt heel nabij. Ik vermoed dat we binnen 7 jaar, en dat delen zelfs mensen uit de financiële wereld, delen dat idee met mij, dat het gaat veranderen. Compleet gaat veranderen. Want het systeem zoals het nu is, werkt niet goed. De verdeling is niet goed. De beloningen zijn niet goed. De hele geldstroom levert alleen maar problemen op, zoals ik het de vorige keer al vertelde. Dat is dus één belangrijk aspect. Al die veranderingen die zijn teweeggebracht door het feit dat we dit uitontwikkeld hebben. Iets wat uitontwikkeld is, vraagt om een nieuwe invulling. En die invulling staan we nu voor. In die basis van de invulling op alle maatschappelijke vlakken. Ook de natuur vraagt erom. De aarde, de hele kosmos vraagt erom. Van verander alsjeblieft. Verander naar een meer innerlijke situatie. Probeer meer vanuit je eigen bewustzijn te leven. Dan daar zit de waarheid. Daar zit ieder de waarheid voor ieder mens voor zichzelf. Stel je voor dat je een afspiegeling bent van het werkelijke alweten. Wat je tegenkomt in alle mogelijke verhalen van verschillende religies. Maar stel het je eens voor dat het echt zo is. Wat weerhoudt je dan om dat te worden wat er eigenlijk al in zit? Wat is dat wat ons tegenhoudt? Wie houdt ons tegen? Wat ons meest tegenhoudt zijn we zelf. Dat beseffen we eigenlijk nog niet zo goed. Maar daar komen we nu binnenkort wel achter. We gaan er steeds meer achter komen. We worden als het ware in een stuwing, een opstuwing van het weten, worden we meegenomen door alles om ons heen. Het is niet dat ik het nu vertel. Dit is al om ons heen aanwezig. We zijn er allemaal mee bezig. Hè, om te beseffen dat de nieuwe tijd een tijd gaat worden van mensen die leven vanuit hun bewustzijn. En leven vanuit het vermogen, het ongekende menselijke vermogen wat we meegekregen hebben vanuit het allesomvattende, als je het zo wil noemen. Het vermogen om telepathisch met elkaar in contact te komen. We hebben die telefoon helemaal niet nodig. Het is een prachtig speelding. We ontwikkelen hem door totdat hij echt niet meer nodig is. Zo ver gaat het door, natuurlijk. Het is een prachtig speelgoed. Maar het is een vervanging voor de oorspronkelijkheid wat al in ons aanwezig is. De televisie, alles wat wij allemaal maken, de computers, al deze dingen zijn eigenlijk een... We proberen het fysiek neer te zetten, dat wat in ons aanwezig is. Dat wat wij al hebben, wie we zijn. Al die vermogens hebben we. Wij kunnen direct contact met elkaar hebben. Telepathisch, maar ook in beeld. Het gaat. Het is mogelijk. Het wordt gedaan. En al deze dingen gaan tevoorschijn komen. Langzaam maar zeker nu. Met ieder stap voor stap. Want we kunnen dat niet plotseling. Dat kan niemand aan. Dat kan de psyche niet aan. Dat kun je. De maatschappij kun je niet zomaar veranderen. Maar de natuur gaat ons een handje helpen. Dus in het doemscenario, wat we aan het einde der tijden, wat in de Bijbel staat. Zo moet je het niet zien. Het einde der tijden is een verhaal, symboliseert wat er nu gaande is. Voor het moment van de verandering komt als het ware de afrekening. En de afrekening in de zin van alle mensen die niet meer in het systeem kunnen functioneren, zullen van deze aarde gewoon verdwijnen. Ze zullen zelf kiezen, op wat voor manier dan ook, of de natuur zal een handje helpen, maar deze mensen zullen verdwijnen en naar een andere situatie gaan. Wij gaan, de aarde zelf creëert
vraagt om een creatie van mensen die bewust zijn. En die leven vanuit een... vanuit het oorspronkelijke weten. En van daaruit kun je zien dat het in oorzaak en gevolg... Dat er dus enorme verschuivingen plaats kan vinden op de aarde zelf. Dus in de aardschollen. Er gaan hele plateaus gaan omhoog, andere naar beneden. Die zullen dus onder de zeespiegel zinken, andere komen weer omhoog. En zo zullen hele continenten gaan veranderen in de toekomst. Het is al meerdere malen gebeurd en wij staan weer voor deze... bijzondere gebeurtenis. Wij vinden het allemaal heel triest, want daar zullen aardig wat mensen het leven mee laten met deze enorme uitspattingen. Maar als ik mag zeggen dat ik van kind af aan al gevoeld heb dat we niet één leven leven. We leven meerdere levens. En dat is, mag ieder voor zich uitmaken. Het is niet een wet van mede en persen. Het is Je voelt het of je voelt het niet. Het heeft niet met geloof te maken. Je kunt het niet geloven. Je kunt het alleen maar voelen. En vanuit jezelf. En als je dit besef zou hebben dat je weer een kans krijgt. Dan wordt de pijn minder. Dan zie je dus dat er een wereld gaat ontstaan. Die vanuit pure liefde en overgave van het werkelijke zelf. Dat de mensen zo met elkaar om zullen gaan. En dat ze... dat je geen bezit meer hebt, dat alles wat op aarde is, een gemeenschappelijk bezit is. Ik hoef je niet in huis te hebben. Maar dat is niet nodig. Wij wonen in huizen. Uiteraard wonen we in huizen, natuurlijk. Maar laat ik het je zo voorstellen. Een leuk verhaal misschien. Stel, we hebben een leefgemeenschap. We hebben diverse leefgemeenschappen op aarde die zichzelf weer opnieuw ontwikkeld hebben door de tijd heen. Dus we praten nu over honderden jaren. Het gaat niet morgen gebeuren. Die op hun eigen manier hun bewustzijn ontwikkeld hebben. Al die gemeenschappen staan met elkaar in contact. En ze willen uitwisselingen doen. Dan gaan ze gewoon uitwisselen. Dan gaat de ene op de andere plaats wonen, de andere op zijn ander huis. We wisselen gewoon elkaars huis. Zonder dat we de huisraad mee hoeven nemen, want het is niet belangrijk meer. Het is niet belangrijk om hebben dingetjes te hebben in huis. Alleen de dingen die je nodig hebt, die heb je. En de rest is gewoon niet nodig. Dat besef heb ik nu in dit leven al meegekregen. Van kind af aan is mij al geleerd onthechten. En dat is een genot. Het niet in bezit hoeven hebben van dingen. Of dingen gewoon maar weg kunnen geven zonder enige moeite. Het is een genot. Het is gewoon een weldaad dat je niet ingekapseld wordt door je boot, door je auto, door je tweede, derde, vierde huis. Het kan niet schelen wat je allemaal bezit. Maar het geeft je alleen maar een immense last. En die ontlasting krijgen we straks. Dat we gewoon leven. Ik wil een tijdje in jouw huis wonen, of ik wil graag, zou je mij kunnen helpen met dit of dat? Dat doe je dan automatisch. Er is geen geld nodig. Je hebt geen telefoon meer nodig. Je hebt een hele hoop dingen dood eenvoudig niet meer nodig. Het is fantastisch dat de hele industriële en de ontwikkeling geweest is. Dat is natuurlijk, dat is buiten kijf. Dat is ongelooflijk fantastisch. Maar dan zullen we ook ontdekken hoe we het kunnen tijdreizen. Hoe we de zwaartekracht kunnen overwinnen. En dat is al overwonnen geweest. Ik bedoel, er zijn al mensen geweest die het wisten. En dan ontdekken we het allemaal weer terug. En dan hebben we dus ook niet meer al deze gigantische raketten nodig om de ruimte in te gaan. Dan, je lost gewoon de zwaartekracht op en je verdwijnt daarheen waar je heen wil. Simpel. Al deze dingen komen weer terug. Het klinkt nu een beetje utopisch en het klinkt als een science fiction verhaal. En misschien zullen sommige mensen denken, waar heeft hij het nou weer over? Maar besef dat al het weten en al het kunnen en alle vermogens zitten in ieder mens. In India zie je dus goeroes die alle mogelijke tricks uithalen. Dat is een hele kleine afspiegeling van wat er werkelijk is. Deze mensen hebben er al in getraind en die hebben dat stukje weten op een bepaald vlak omhoog gehaald en daar doen ze dan kunstjes mee. Maar deze kunstjes doen wij eigenlijk dagelijks al. We doen 1001 kunstje dagelijks al. Wij luisteren naar de radio, we zetten de radio aan en het liedje was een minuut van tevoren al in je hoofd, wat je nu hoorde spelen.
je de telefoon gaat en je wist al wie er belde. Al deze simpele dingen die we nu al weten, die we nu al hebben, gaan we dan beseffen dat dat gewoon een normale gang van zaken is. Dat we altijd met elkaar in contact staan, telepathisch. Dat we een ongelofelijke informatiebron om ons heen hebben die continu op ons inwerkt. Waar we uit kunnen putten. Waar we alles uit kunnen halen wat we willen. Ik doe het in mijn werk. Als ik iets wil weten, hoef ik alleen maar te gaan zitten en de vraag te gaan stellen. En het weten komt. Ik heb het er zelf in getraind. Ik geloof er ook in. En daardoor ook gebeurt het. Maar als je zegt van dat kan niet, ja, dan houdt het natuurlijk op. Dan houdt alles op. Als iets niet kan, dan kan het niet. Dan blokkeer je gewoon jezelf. Maar de nieuwe tijd die in het verschiet ligt, is een tijd om de aarde naar een hoger geestelijk niveau te brengen. Van daaruit kunnen we dan een verdere ontwikkeling gaan doormaken. Weer een nieuwe cultuur gaan stichten. We beginnen bij dat vlak. Heel voorzichtig, heel rustig. Vanuit, iedere keer beginnen we, als het ware, bij nul. Daar lijkt het op. Maar het is niet bij nul. Het is op een hogere level. Begin je weer bij het laagste punt. En je ontwikkelt je weer door. Want wat daaruit weer gaat ontstaan, ongelooflijk wat eruit kan. Daar alles is mogelijk. Alles is mogelijk. Dat is namelijk het fantastische van het mens zijn in het universum. Alles is mogelijk.